Hallo kijkers, tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video van de Oostende carrière-mode. Deze video neem ik gelijk op na de vorige aflevering. En we beginnen deze video met een wedstrijd tegen Antwerp. We staan ongeveer op dezelfde plek als wij. Oh! Dat was een mooi doelpunt. Ik zie een herhaling. Dat was echt verteerd voor mij. Mooi geraakt en Verstraeten met de goal. Oh, rood! Ze krijgen rood. Oké, dat is weer een voordeel voor ons. Zij hebben een man minder, dus dat is een voordeel. En nog een kaart voor hun misschien, of niet? Ik ga hem passen, want ik kan toch niet scoren vandaag. Scoren! Nee! Nee, 2-0, 0-2 bedoel ik. Ai ai ai. En we spelen ook nog eens met man meer. Weer Verstraeten. Volgende wedstrijd is tegen. Hoe heet het? Union, zo te zien. En is ook eens 0-3. Ai ai ai. No, 4 ook nog eens. Ik ben heel erg slecht deze wedstrijd. Oh, 0-5 nog. Ai, ai, ai. Dit is echt traumatisch. Oké, okay, nog 10 minuten. Nog tenminste 1 doelpunt te maken. Oh, die gaat er ook niet in. Oké, okay, misschien ook voor de eer. Nog 1 doelpunt. Nee. 0-5. Oh, en nog mijn man meer speel ook nog. Heel slecht van mij. Oké. Tegen Union ga ik ook gewoon simuleren. En we winnen met 1-2 dankzij een goal van Gomez en Silva. Nu is de volgende wedstrijd tegen Genk. Thuis tegen Genk. Genk doet nog best goed dit seizoen, staan tweede dus volgens mij. Ook daar is Genk al met de eerste kans. En we moeten nog scheppen. Pasen en scoren. Okay. Hij scoort dan toch nog. 1-0. Oh, keeper moet weer redden. Kom eens, kan scoren. 2-0. Nee. Oh, de goal van hun nog. Jammer. 2-1. Silva. Scoren. En dat doet hij. 3-1. Volgende wedstrijd is tegen Ajax. Oh jee, dat wordt ook heel moeilijk. Oei, de speler raakt een beetje geblesseerd, dus dat moet ik ook even wisselen. Hij scoort, maar ik moet hem wisselen, want hij is een beetje geblesseerd. Passen. En ze maken nog een doelpunt. De, ja, tweede goal van Genk. Voorzet. Nee, geen goede. Misschien nog één keer. En nog een hoekschop. En zo winnen we met 4-2. En nu de wedstrijd tegen Ajax. Nou, wordt ook een zware. Ajax staat net boven ons. We spelen in het Johan Cruijff Arena. Ajax heeft eigenlijk een mooi stadion. Ik heb er zoveel zin om deze wedstrijd te spelen. Dit was leuk. Ajax mag beginnen. Oh, de paal redt ons. Silva, die is snel. Ja, maar ik moet misschien nog net iets dichter gaan. Onderscheppen. Goed zo. Nog steeds gevaar.
Oké, Silva. Silva. Nee. De paal redt Ajax nu. Oh nee, en nu gaan zij weer scoren zeker. Oeh, ik mist hem gelukkig. Scoren. Oh nee. Weg kans. Oh nee, 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 nee. Keeper het nog en oh nee, de rebound. Goal voor Ajax. Anthony met de goal. Scoren misschien nu. Ja, de gelijkmaker. Oeh. 1-1. Het is 2-1 voor Ajax. Oeh, misschien nu nog. Ah, scoren. Ah, nee. Oh nee, Ajax weer. En het is 3-1. Ja, het wordt nu heel moeilijk. Hij is ook steeds aan bal. En de goal. De invaller scoort, 3-2. We passen hier Ajax weer. En ze scoren 4-2. Oh, 5-2 nog. Voor Ajax. Ai ai. Weer een grote nederlaag. Club Brugge wint. En PSV ook. Deze wedstrijd ga ik gewoon simuleren. Oké, we winnen met 2-1 tegen AZ. We gaan verder naar kalender. Nu tegen Kortrijk wil ik ook simuleren. Tegen Kortrijk moeten we wel winnen. En dat doen we ook met 0-3. Dankzij goal van twee keer Silva en dan Dazen. Ajax staat eerste zo te zien. De next team staat 12e. Het is wel iets leuk om af en toe de ranglijst even te bekijken. Mijn topscorer is Haller eerste. Hij is gedeeld eerste. Samen met Vrij en nog een onze spits. Kiptuig thuis tegen Vitesse wil ik ook simuleren. Zo gaat het seizoen een beetje sneller. En we winnen met 2-0. Oké, volgende wedstrijd is Gent. Het is wel uit, maar ja. Ik heb wel zin om deze wedstrijd dan tegen Gent te spelen nog. We spelen in de Glamco Arena tegen Gent. Gent doet niet zo heel goed dit seizoen. Maar het blijft wel een gevaarlijke tegenstander. En Gent scoort. 1-0 voor Gent. Oké, hier is onze spits. Kan hij weer scoren? Nee, dat doet niet. Silva aan de bal. En de Silva scoort. De 1-1. Het is al zijn 8e in 17 wedstrijden. Oei, hij is snel. Hij is opeens heel snel. Maar Gent komt mee en dan kan ik iets anders doen nu. Misschien niet een voorsprong maken. Ja. 1-2 voor ons. Hier gaan ze weer door. Kan hij nog scoren? Nee, keeper redt hem. Hier staan ze. Oh. Die had er wel in moeten. Oeh, nee. Ah. We krijgen weer een goal tegen. Het is 2-2. De Batre. Die scoort. En onze laatste poging. Nee. En een poging voor Gent. Oh. Een hoekschop voor hun. En we spelen gelijk tegen Gent. In Gent. Wedstrijd tegen NEC ga ik nog simuleren. En dan tegen Cambuur ook. En dan is de wintertransfers. Dus dat is dan voor de volgende video de wintertransfers. Oké, we winnen weer met 2-1. Echt voor we nog wedstrijd gaan spelen, ga ik even bij
jeugdstaf en dan ga ik even mijn scoutverslag bekijken. Zit er goed tussen? Het eerste zicht niet echt. Ah, we winnen dus met 1-3 tegen Cambuur. Mooie overwinning. Dus we staan vierde, dus we doen het niet heel slecht. Ondanks dat we al heel wat wedstrijden hebben verloren. We hebben al 4 verloren. Ik dacht dat we daar al meer hadden verloren. In de Champions League zit de volgende ronde. Ik ga ook even de groepfases eens bekijken. Hoe PSV is laatste geworden. Hier is Feyenoord ook laatste, helaas. Dan hier de Europa League. Club Brugge moet dan tegen Sevilla. En Ajax tegen Milan. Even de groepen bekijken. Dus Ajax is dan tweede geëindigd. En Club Brugge ook tweede, zo te zien. Dan Genk. Oh, Genk moet dan naar de Conference League, want ze staan derde. En de Conference League even gezien. Gent is uitgeschakeld, ze staan derde. De volgende is Genk, moet dan tegen Angers of zoiets. Maar ja, dit was het dan voor deze video. Jullie bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik weer terug bij de volgende video dus. Doei doei.